Het enige dat ik kan zeggen is, haar gezicht is wel slecht weer. Heb je dat te zeggen? Geen disrespect of zo, maar heeft iemand koken of haar? Geen disrespect of zo. Niemand kent jou. Wie weet dat jij bent? Vandaag staan we bij Beko's en we gaan met deelnemers blind speed daten. Hier zullen de deelnemers zitten en ze zullen geblinddoekt zijn. Als je partner niet in de smaak valt of je vindt het gewoon suf, dan pak je deze knop en druk je op nee. De deelnemers zullen 30 seconden geblinddoekt zijn. Wil je extra 30 seconden hebben? Dat kan. Maar moet je wel een opdracht uitvoeren. Welkom bij je eerste indruk. Hallo, mijn naam is Limia. Ik ben 18 jaar oud en mijn hobby's zijn basketten en slapen. Volg me allemaal op Insta, LAMIAOUAZZI. Ja man, ik ben Imran, a.k.a. Imbo, Imbo Vlogs. We zijn hier vandaag, eet ook. Dus ja, de 30 seconden gaan nu in. Oké, wat heb jij liever? Een dochter die een hoer is of een zoon die gay is? Wat? Wacht. Nee, dat is geen vraag waar ik op moet antwoorden, want dat gaat niet. Heb je geen spijt nu? Nee, tuurlijk niet. Ik ben Moni, ik ben 22, ik ben van Bossen en een passiesmoslim. En ik heb een vraag. Vraag me. Heb je een mooi beste vriend? Ja, dat wel. Heb je daar iets op tegen? Ja. Oké, ja, blinddoek omhoog af. De reden dat ik daarop heb gedrukt is omdat ik dat echt een afknapper vind als een jong iets heeft tegen boybesties. Want ik kom juist super goed overeen met mijn boybestie en niets gaat dan breken of niets komt daartussen. Ik voel me niet slecht daarbij, het is haar eigen keuze en ik respecteer daarbij. Hallo, ik ben Joël, ik ben 21 en ik ben van Brussel. Let's go! Hey. Hallo, hoe gaat ie? Goed, dankjewel. Ja, mij gaat ie ook goed. Hoe is jouw afkomst? Ah, ik ben Ivoriaans. En jij? Marokkaans. Hoe oud ben je? 21. Jij ook? 18. Ben je van hier, Antwerpen? Nee, ik ben van Gent. Van waar ben je als ik vraag mag? Ik ben van Brussel. En wat zijn jouw hobby's? Basketten en gewoon rustig thuis chillen. Basketten. Wat studeer je? Stop de tijd. Dus verlengen? Extra 30 seconden. Dat is niet mijn type meisje. Niet zo mooi, eerlijk gezegd. Hoi, ik ben Jenna, ik ben 23 jaar, kom uit Antwerpen. Volg me overal op social media, overal Jenna Pa. Start maar. Van waar ben je? Antwerpen, jij? Gent. Hoe oud ben je? 23. Leuk. Wat zijn je hobby's? Uitgaan, chillen. Hoe is jouw afkomst? Surinaam zelf. Marokkaans. Oké. Wat doe je nog in het dagelijks leven? Ga je naar school? Ik ga naar school en ik werk heel veel. Leuk. Wat doe je voor werk? Ik werk bij Nike. Aan mij? Jij? Ik zit momenteel nog op school. Oké. Heb je boy best friend? Tijd. Denk het niet, man. Wat zei je? Denk het niet. Nee? Ja, ik heb nee gezegd. Helaas is gewoon niet echt mijn type. Yo, ik ben Hakim, 18 jaar, ik ben van Mechelen. Ja, ik ben de enige boy die overal is, maar dat niemand kent. Ik ga me zo zien. Ciao. Ben je gelovig? Ja. Jij? Ook. Wat geloof je? Een moslim, jij? Ik ook, geloof. Hoe oud ben je? 18, jij? Ook 18. Hoe is jouw afkomst? Nigeria. Van waar ben je? Mechelen, jij? Gent en Marokkaans. Gent. Mooi. Wat zijn je doelen in je leven? Vooral gewoon verder studeren, mijn hogeschool. Ja, 30 seconden. Worden jullie een verlenging? Extra 30 seconden erbij? Ja, nog niet direct. Nog niet direct? Yo, ik ben Johnny Sins, 19. Je weet zelf, Big Booty Latina Lover. Volg me op YouTube, Defy Hogis IT. Start maar. Oké, laten we beginnen bij je naam. Mijn naam is Lemia, die bij jou? Johnny Sins. Waar kom je vandaan, vraag me? Van Gent, jij? Van Rotterdam. En je lievelingseten? Lasagne. Lasagne? Pizza, sushi. Oké. Jij? Kont.
Nee, man. Nee, ik ben serieus. Ja. Ik hou van Big Booty Latinas. Niet zo toch, oké? Maskers mogen af. Oh, yeah. Oh, shit, man. Nice work. Ik wens je een fijne dag. Je mag naar huis. Het was kort maar krachtig, net zoals wat ik doe bij Big Booty Latinas. Maar misschien leer ik het aan, maar hier komt de Big Dick Energy niet aan, man. Ik kan Big Dick Energy echt niet aan. Yo, wat is jullie Boy Junior hier in de building? Je weet toch, ik ben er weer bij en volg me op social media. Alles goed? Ja, goed en met jou? Zeker, zeker. Van waar ben je? Brussel. Hey, ik herken die stem, man. Hoe oud ben je? 19. Ja? 18. Niet liegen. Putain, ik weet het al niet. Niet liegen. Ik lieg niet. Mooi, we gaan gewoon verder. Wat is jouw favoriete standje? Missionary. Wat ben jij? Tijd. Moet je verlengen? Extra 30 seconden. Je mag je blinde kant doen, hè, bro. Nee, maar dit kan niet, man. Dat is een tamme, bro. Hey, ik ben Maddie, Lilka op TikTok. Ik ben 20 jaar. Volg mij op TikTok, volg mij op Instagram. Volg Acacia zijn YouTube kanaal. En ik heb geen hobby's. Ik heb 3 kinderen in bed. Waarom noemen mensen jou King Kong? Oh, King Kong. Kom. Ik weet niet, misschien omdat ik een beetje breed ben. Ah, je bent breed. Oké. Okay. Do you work out? Zo basic fit dan zo, je weet wel. Ja, die dingen gewoon. Maak je zo van die mirror selfies voor de spiegel als je basic fit bent? Heel soms, gewoon voor privé. Oké, gewoon alleen privé. Wat is een red flag bij jou? Ben je TikToker? Nee, waarom? Ah, oké. Influencer? Ja. Hey! Ja, sorry, maar daar moet ik een beetje privé blijven. Een beetje privé, oké. Ja, jammer dan, hè. Ja, wel jammer dat hij zocht naar zo'n low-key girls, want ik ben echt alles behalve low-key. En ik vind dat mijn boy ook eigenlijk meer in beeld mag komen en zo. Ready, let's go! Oké, hey, alles goed? Ja, met jou? Zeker, zeker, zeker. Hoe oud ben je? 18. Oké. Wat is jouw naam? Mijn naam is Joffrey. Wat is jouw naam? Maddie. Hoe? Maddie. Maddie, oké, dat is een mooie naam. Wat doe je zoal in het dagelijks leven? Ik werk, ik ben gestopt met school. Jij? Ik ga nog naar school. Ah, oké. Wat studeer je? Nu psychologie. Psychologie, waar? In Gent. En waarom heb je dat gekozen? Tijd. De blinden komen mogen af. Is dat 30 seconden? Ja, man. Het gaat snel, hè. En wil je verlengen? Nee, man. Oh. Yes. Wie drukt gewoon wat de knop, man? Die psychologie is wie drukt gewoon wat de knop op mij. Ja, sorry, man. Mooi, ik heb de knop geduwd, omdat eerlijk gezegd, ik loof geen bakkas, man. Ik wou nog 30 seconden doen, want zijn gezicht was niet verkeerd of zo. Maar het feit dat je psychologie studeerde, vond ik zo raar. Want ik snap niet waarom je psychologie zou studeren, snap je? Maar voor de rest, ik weet niet. Let's go! Hé, hey, wat is je favoriete standje? Ik heb geen favoriete, van jou? Alles. Wat? Oké, top. 21 seconden, bro. Mag afdoen? Ja, mag af. Oh, wat is dat, man? Ah, jij weer. Wie is het? Overal. Oh my god. Oh. Hij heeft mij vies gedaan, mijn Among Us. Hij heeft mij echt vies gedaan, man. Je hebt me nu vies gedaan. Hoezo heb ik jou vies gedaan? Je hebt op die rode knop gedrukt eerder dan mij met je rare standjesvraag. Oké, ja. Mag ik me interviewen? Ja. Ja, waarom zou ik wegdrukken? Nou, als je geen favoriet standje hebt, wat doe je? Ga je in bed liggen als een zeester? Nee, ik wil doggy stel. Ik word... You get me? Dus ja, daarom heb ik weggedrukt. Ja, zijn eerste vraag was zoals je favoriete standje, maar stel je voor ik was maagd of zo. Ik weet niet, dat is een rare vraag. Nee, is bodycount of zo. Hij vraagt direct favoriete standje. En ik ken hem van Among Us, hij heeft me echt jullie gedaan in die video's. Hij was blauw, ik herinner me dat nog. Ik heb ze. Hij heeft gekild. Wie was allemaal Acacia is niet. Ik ben het. Wij waren samen. Let's go, start. Hallo? Ja, alles goed. Ja, ben je een eerlijk persoon? Wat blieft? Ben je een eerlijk persoon? Ja, normaal wel. Met hoeveel boys praat je nu? Op dit moment? Ja. Ik weet niet wat serieus is, ik weet niet wat nu. Ik heb zo. Bro. Oh. Wow. Oké. Ja, hij heeft op die knop gedrukt omdat ik niet kon beantwoorden met hoeveel jongens ik praat, maar hij zit altijd omringd met meisjes in de club, dus ik weet niet. Let's go! Hallo. Hallo. Wat is jouw naam? Mijn naam is Imran. Jouw naam? Maddie. Maddie. Oké, fijn. Wat doe je hier vandaag? Meedoen aan een YouTube-video, man. Wat is dat voor koude vraag?
Oké. Dus je bent hier gewoon voor een YouTube-video? Ja. Netjes. Oké, hoe oud ben je? 20. 20, oké. Wat doe je? Studeer je? Werk je? Ik studeer, ik werk en ik maak ook video's op YouTube. Ah, je bent ook YouTube. Ja, klopt. Andere apps ook nog? Ja, TikTok, Instagram, een beetje van alles. Toch? Tijd. De noeken mogen af. Die van TikTok. Worden jullie extra 30 seconden? Nee. Oké, ja, dat was sneller, bro. Hij heeft wel een mooie stem en hij is zo schattig, maar hij is niet echt mijn type. Ik respecteer de keuze, maar ik ging hetzelfde ook doen. Ik val ook niet echt op donkere meisjes, man. Alright, let's go! Hallo. Hallo. Wat is je naam? Molly. Praat, wat lief? In de uwe. Maddie. Aangedaan. Waar is jouw accent? Halle, buurt van Brussel. Ah, oké, nice. Dank je. Hoe oud ben je? 22. Heb je een girl best friend? Nope. Ah, oké. En heb jij een boy best friend? Nee. Niet meer. Hoezo niet meer? Hè? Hoezo niet meer? Ah, altijd drama, je weet toch? Zwart. Heb je een passie? Een passie? Tijd. De windhoeken mogen af. Hij heeft dinges. Worden jullie extra 30 seconden? Ja, ja doe of maar. Nee? Doe maar. Ja? Ik moet vragen of hij handicap is. Hij moet dan met mijn microfoon. Je hebt het verpest. Maar hij heeft kruk. Stel voor, hij heeft één been of zo. Maar hij was een goede vibe en zo. Ik stel gewoon een vraag, want ik zag opeens hij had kruk, snap je? Stel je voor, hij heeft maar één been of zo. Snap je? Mensen hebben zo een preference. Als ik niet wil daten met een guy met één been, is dat gewoon zo. Dus ik stel gewoon een vraag, maar ik heb het verpest. Maar je moet ook kunnen tegen meisjes met een grote mond, snap je? Sommige meisjes ze denken en ze zeggen dat direct. Regel iets, let's go. Hallo. Hallo, alles goed? Ja, met jou? Ja, goed. Waar ben je? Limburg. Limburg? Ja, man. Je bent van Limburg tot hier gekomen? Ja, speciaal voor jou. Speciaal. Wat is jouw naam? Joël. Joatte? Joël. Waarom was dat zo moeilijk om jouw naam te zeggen? Nee, ik was gewoon even aan het denken. Van waar is jouw accent? Mijn accent? Ja. Ik ben van Brussel. Ah, oké. Sportje? Ja, ik doe voetbal en zo. Hey. Voetballers, nee man, sorry. Wou je eerst drukken? Nee, ik had dat nog niet eens gezien. Ik ben blij dat ze mij heeft uitgedaan. Hij heeft mij niet eens in de ogen aangekeken. Nee, dat ik kan zeggen is, haar gezicht is wel slecht weer. Ik ga niet zeggen over iemands uiterlijk, want ik ga niet zo laag zakken zoals hem, maar hij mag trouwen met zijn voetbalman. Hallo, ik ben Emma, ik ben 21 jaar en abonneer op mijn KSS-kanaal. Oké, let's go! Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Goed, mee. Ook goed. Wat is je type? Ik heb geen type. Hou je van basketbal? Ja. Ik ben een grote jongen, dus. 1,86 meter. Oké, dat is goed. Ik ben 1,75 meter. Toch wel. Hoe oud bent jij? 22 en jij? Ik ben 21. Oké, ik voelde wel een soort van vibe. Oké, doe je de blinddoek af, misschien wordt het verlengd. Jawel. Dus, wat zegt dat? Wordt verlengd? I don't know. Ja of nee? I don't know. Is dat dan de knop staat daar, Tom. Ja, als jij wilt duwen, duw. Hey! Let's go! Hallo. Hallo. Wat is je naam? Ik ben Emma. Emma, mijn naam is Joël, eigen naam. Hallo. Ben je van hier uit de streek? Nee. Waar ben je dan? Van Mechelen. Ah, van Mechelen. Ja. Studeer je daar ook? Nee, ik studeer hier in Antwerpen. Ah, oké. Okay. Waar dat? In de AP. In de wat? Op AP. AP, wat studeer je? Ik studeer sociaal cultureel werk. Ah, dat is goed. En wat studeert jij? Ik studeer aan marketing. Oké. Okay. Ik woon in Brussel. Hoe oud ben je? Dat is tijd. Doe je blinddoeken maar af. Wat wordt het? Verlengd? Ik kan liever niet eens uitspreken, bro. Ja, bij mij is gewoon simpel. Ik val niet op blanke meisjes. Dat is snel. Maar het is wel lief en zo. No problem. Start. Oké, okay, alles goed? Ja, met u. Zeker. Hoe oud ben je? Ik ben 21. Hoe oud bent je? Ik ben 19. Wat is je nationaliteit? Ik ben gewoon een Belg. Gewoon een Belg, oké. Hoe groot ben je? Ik ben 1,75 meter. Oeh, dat is groot, man. Oh, joh. Dat is echt lang. Okay, wat doe je zoal in het dagelijks leven?
Ik ga naar school, een beetje. Wat studeer je? Ik studeer sociaal-cultureel werk. Alsjeblieft. Sociaal-cultureel werk. Tijd. Oké, blinddoeken af. Willen jullie verlengen? Ik ken haar. Nee, met dat gaat. Het heeft mijn training gehad, dat gaat niet, man. Deze was sowieso niet mogelijk, want zij heeft iets gehad met mijn training, dus ja. Hij is klein. Start. Dag dame. Hallo. Alles goed? Ja, maar ja. Wat is je naam als vraag, man? Ik ben Emma. Wat is die van u? Aangenaam. Oké. Ik heb een vraag. Ja? Val je op donker rond? Ik heb geen type, dat maakt niet uit voor mij. Oké. Hoe is je bodycam? Wat voor een breng? Zij! Zij! Oké, let's go! Ja, toch wat je naam als vraag mag? Emma, wat is uw naam? Tifayo, wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe ik in het dagelijks leven? Hey, wacht. Geen disrespect of zo, maar heeft iemand koken voor haar? Doe normaal! Ga weg! Dat is geen disrespect of zo, man. Ik niet durf, doe normaal! Oké. Nee, dat is niet grappig. Stop. Oh, sorry. Ja. Doe normaal. Was geen disrespect. Geen disrespect. Nee. Ga. Fijne dag, hè. Nee, het is gewoon een hele... Ja, ik ken het niet of zo, maar ik zei alleen... Wil je een kauwgom en ze drukte weg. Dus ja, ik kan er niks aan doen. Ja, sorry. Ja, niks. De mond stinkt. Start. Hallo. Hey. Hi. Alles goed? Ja, met u? Goed. Waar kom je vandaan? Ik ben van Mechelen. Oké, netjes. En wat doe je in je leven? Ik ga naar school, ik studeer sociaal-cultureel werk. Op hogeschool dan? Ja, op hogeschool. Netjes. En wat doe je nog? Dat is het eigenlijk. Ik ga echt alleen naar school. Wat doet jij? Ik werk taxi, bezig met YouTube. Ik studeer op hogeschool ook. Ben van alles bezig toch? Ja, dit was droger dan een woestijn. Dat is stof. Ja, het was gewoon een normale conversatie. Ik deed gewoon mee, vriendelijke jongen. Maar nee, niets voor mij. Start! Hoe lang ben je? Ik ben 1,75 meter. 70. Oh, oké, is goed. Ja, ik vroeg dat even omdat ik wilde weten of je daar in mijn leven past of niet. Ja. Van waar ben je? Ik ben van Mechelen. Oké. Van waar ben jij? Antwerpen. Oké. Wat is je afkomst? Ik ben gewoon een Belg. Oh. Oké. Let's go! Hallo. Hallo. Alles goed? Ja, met jou. Wat is jouw naam? Rieslin, ja. Dankjewel. Ik heb een bike, Rieslin. Rieslin. Rieslin? Ja. Hou je van sushi? Nou. Hoe kan je niet van sushi houden? Doet als je toch denkt aan de geur van je pussy? Wist? Oké, dat is geskipt. Ga je nog je blinddoek aan? Hou je van sushi of niet? Nou. Deze man, hou je van sushi of niet? Wat was je opmerking? Wat was dit? Je kent me niet eens. Maybe, I don't know. Je kent me niet. Hmm? Je kent me niet. Dus ken je mij? Waarom doe je zo een opmerking? Wees je... Ben je boos? On y va. Oké, next. Met ervaring weet ik gewoon dat veel pussies naar vies ruiken. Ik wou een slechte grap maken, maar zo was het niet leuk. My bad, though. Maar ze is ook niet zo mooi, dus ik had haar gewoon geskipt. Start maar. Ben je gelovig? Ja. Welke geloof je dan? Protestant. Oké. Heb je doel in het leven? Ja. Welke doelen dan? Ik kan je afstuderen, dan misschien al hogeschool doen, manager doen, zoiets. Aan de management? Ja. Op welke school doe je dat? Nee, ik doe dat echt niet. Oh. Ik ben nu in mijn laatste jaar. Op welke school dan? In Kortrijk. Wauw, sorry. Ja. Oké, accepteer je betaling in BTC? Het is kwijt dan. Daai, blinddoek omhoog af. Als je niet BTC kent, is het jammer. Oké, en let's go. Hey. Hey. Alles goed? Ja, met jou? Goed hoor. Waar kom je vandaan? Ja, afkomst. Nee, gewoon in België. Ah, Kortrijk. Welke afkomst heb je? Oblief. Welke afkomst heb je? Ik ben gewoon Marokkaans. Hey! Ja toch, jullie zien het. Ik zie mensen zomaar skippen, man. Ik denk dat die mensen de concepten verkeerd begrijpen. Ze denken om te snel te skippen.
Maar je toch? Maak mij geen zorgen, man. Let's go! Ja, wat is je naam, sprak nog? Rieslin, ja. Wat? Rieslin. Oh, mooie naam, mooie naam. Joshua. Oké. Okay. Wat was je afkomst? Ghanees. Oké. Okay. En wat is jouw afkomst? Marokkaans, Ghanees. Oh, mooie afkomst. En waar val je op? Gewoon type? Mijn type? Light skin, dark skin, brown skin, ik zou zeggen. Oh ja, ik ben 1,89 dark skin, ik weet niet of je daarvan houdt. Waves. Hoe zie jij er een beetje uit, of vraag me? Gewoon light skin. Light skin? Ja. Bad. Blinde kom ook af. Dus, willen jullie verlengen? Waarom leg je, bro? Putain. Oh, putain, weet ik niet wat je het allemaal zegt, man. Jij wilt verlengen? Ja, hoor. Ja? Verlengen of niet? Ja, wij. Ah, oké, maar dat gaat niet zomaar natuurlijk. Heel simpel. Kiss or slap? En dat de opdracht? Ja. Heel simpel. Bro, ik zei jou nog, ga niet eens rare dingen daarom doen. Daarom, morgen. Ah. Je moet de opdracht niet uitvoeren. Maar wat dan? Dan is het gewoon klaar. Dan geen extra 30 seconden. Als je wilt, of wacht. Dus als hij mij slaat, dan mag je zeg maar doorpraten. Ja, of kies. Met een kies, like op de wangen. Ja, we doen dit na de zwaar. Ja, de kist was een beetje te veel. Ik ging sowieso niet doen. En ook is een beetje te klein voor mij, heb ik daarnaast gezien. Dus het ging sowieso niet verder naar de opname. Let's go! Wat is uw hobby? Fitness en muziek, als het met muziek valt. En wat voor muziek luistert jij meestal? Sorry. Afro, R&B, dat twee. Oké. En... ja. Oh, net voor de tijd. Let's go, start. Wat zijn jouw toekomstplannen? Misschien wil ik later manager zijn van interim of zo. Oké, interessant. Van waar kom je? Kortrijk. Hey. Oké, dus ik heb afgewezen, niks persoonlijk naar haar, is een mooie dame. Maar ik heb 2 keer slechte ervaring gehad met dames van Kortrijk, dus geen 3e keer, sorry. Hi, jullie gaan mij sowieso kennen. Volg mij op Insta, TikTok en Snapchat. Jesse.as, YASSE.as. Let's go, start. Is je bodycam boven 10? Nee. Red je AMG. Wie is dat? Raar gest. Mijn AMG kunt je nooit binnen. Ah, je moet. Je red. Had je wel een rijbewijs? Rare gest. Wie bent jij? Niemand kent jou. Hou je mond. Beo. Rare gest. Met jouw blauwe kut. Wie denk je dat jij bent? Kijk, dat boeit mij niet dat hij mij heeft geskipt. Hij lijkt toch op een nijlpaard, dus maakt niet uit. Let's go. Is jouw vader melk gaan halen? Oké, dat was 5 seconden. Blinde kom ook af. Ah! Die stem gewoon herkend, bro. Kan niet. Oh my god. What the fuck? Ik heb 1 vraagje. Nee, niks over. Niks. Maar heb je ook 35 euro betaald? Om hier te zijn, of niet? Allee, man. Waarom ik zei 35 is... Ik had dat gevraagd voor een video en ze vroeg mij 35 euro, snap je? Dus daarom zei ik, ben je 35 waard. Kijk, hij kipt. Ik vraag geen geld, maar dat was mijn manager, dus hou je mond, denk je. Go, guys. Chapt je? Wat zei je? Chapt je? Ja, komt. En jij? Fuck is dat? Wat is je naam als vraag, man? Hou je mond, Divayo. Divayo? Jawel. Oh, Yasi. Yasi? Hé, je had toch een vriend? Hou je mond! Maar wacht, kunnen we niet eerst zonder haar make-up doen? Is toch eerlijk gezicht? Gewoon je toch gezicht zien? In mijn DM zei hij wel iets anders hoor, dus hou je mond. Snap zien dat je moet. Mijn gsm is boven, maar Billy ging laten zien. In mijn DM, jij zit te slijmen. En nu jij doet zeg maar voor de camera, jij doet voor de camera zo. Camera wil je met mijn hou je mond! Hou je mond! Jij moet met mij stop! Waarom ben je nog niet geabonneerd? Ben je raar of zo? Abonneer nu op mijn kanaal en laten we samen de 10.000 abonnees behouden voor 9 augustus. En ook like deze video alsjeblieft, want als we 1.000 likes halen, maak ik een part 2. Oké, geniet verder van deze video.
Hou je man. Jij moet met mij nog. Wat? Wat zeg je man? Wat is jij? Wat is jij? Wat is jij? Wat is jij? Ik zei dat Yusu die aankomen. Ja, Yusu is op de slag. Wat? Niet zo extreem, terug naar het teruggaan. Stop! Wakker. Niet overdreven. Kom, kom. Stop. Kom. Nee, niet doen. Kom. Kom. Hoi, hoi. Ben jij man? Ben jij man? Ben jij man? Kom. Hoi, ik moet daar nog. Hoe als jij man bent, kom. Kom. Wat dan? Nee. Hij is zo makkelijk. Iets makkelijker. Geef niet maar, geniet maar. Geef maar nog kleren aan. Ze heeft nog kleren aan, ja. Ah, nee, dit is zomaar. Nicholas. Kijk, een nieuwe auto kan niet vies worden, toch? Altijd goed, man. Nieuwe auto kan niet vies worden. Oei, joh. Haar moeder zit zo door de crisis, maar alsnog doet ze stoer. Haar gezicht is hier in wit en daar oranje. Jongens, die meisjes slaan. Oh, kijk. Hallo, hoe is dat? Wat ga je zo'n hoer slaan? Hij doet pijl, hij is, ik weet niet wat, maar tenminste iets heeft mij net gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Hè? Moet je hem gaan eens te veel takkie. Dankjewel. Kijk, weet je wat het is? Zeggen ze dat ze nu pas nat is, maar net reed een AMG langs. Toen werd ze ook best wel nat. Want ze houdt daarvan. Nu heeft ze een beetje verschillende kleuren door make-up. Je weet toch wel laten zien wie ze echt is. Chickies met een BBL, maar je weet toch niet. Wow. Regel iets, let's go. Welke auto rijd je? Ik rijd in een Citroën. Nee. Dat is wat ik moet doen. Je moet naar Oslo, man. Dat is skipt. Ze heeft me direct geskipt omdat ik dit is materialistisch, I guess. Maar nu ik haar zo zie, oeh, wil je geen 360 doen? Die gaat dus weg, man. Agora. Kijk, mensen zeggen is fake en zo, maar die zijn goed jaloers. Beetje tik dan. Ziet jij dat niet? Heb je geen ogen? Sowieso. Nee, je vergist je. Blijf staan. Oké, start. Gewoon niet haal op jezelf. Wie de fuck ben jij? Is niet belangrijk. Is niet belangrijk. Ja, ik heb nee gezegd. Je weet toch, wanneer iemand praat en je krijgt gewoon jeuk in jouw lichaam. Dat had ik net, dus ik moest weg. Ik wil er eigenlijk niks aan toevoegen. Ik wil mijn woorden niet eens vuil maken aan zo'n persoon. Maar klaar. Dat goed! 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 Kom! Ola, jij moet mijn klappen, kom met uw klappen voor camera! Kom met uw klappen voor camera! Hey, ik ben Brittany, 21 jaar en volg me op Insta Miss Fraser. Let's go! Ja, alles goed? Ja, met jou? Goed. Van waar ben je? Ik ben van Antwerpen. Ja, mom, ben je gelovig? Ja, ik ben gelovig. Ben jij ook gelovig? Ja, moslim jij. Ik ben Christina. Oké, ben je TikToker of maak je TikToks? Ja, ik maak TikToks, maar ik ben geen TikToker. Kom! Kijk nou. Ja, dat is mooi. Ik ga niet liever, man. Dankjewel. Ja, jij maakt me ook doet aan TikTok en ik ben niet op die dames die op social media zijn, dus ja. Dat maakt me echt niet. Ik vind eerlijk dat hij heeft gedrukt, dat is zijn voorkeur, maar tegenwoordig ga je heel moeilijke meisjes vinden die geen social media heeft. Zo, good luck. Let's go, start! Hallo. Hi. Alles goed? Ja, met jou? Goed hoor. Waar kom je vandaan? Antwerpen. En jij? Gent. Oké, leuk accent. Ja, dankjewel. Wat doe je van studies? Verpleegkunde. En wat studeer jij dan? Bedrijfsmanagement.
Oké, okay. Nice. Mm-hmm. En Niet frauderen. Nu mag je blinde koffie voor. Oké. Okay. Hi. Hi. Hoe neem je verlenging? Kan? Ja of nee? Yes. Ja. Ja, oh, maar kan hij was echt beleefd. Oké. Okay. Maar ja, dat kan niet zomaar natuurlijk. Ah, oei. Er hangt een opdracht aan natuurlijk. En die opdracht is... Lees, let op, je laatste bericht voor van het andere geslacht. Mijn telefoon? Nee. Waarom moet je dat niet doen? Dat is gewoon nee toch? Privé is privé toch? We gaan ja, privé. Respect. Oké. Het was een vlotte date, het was een leuke date. Lieve dame. Maar de opdracht kon er niet. Kon we niet. Klaar. Het was een leuke date, hij was heel gezellig en hij had een mooi glimlach. Dus dat is een pluspunt. Heb je honger, jong? Right. Let's go, start! Hallo. Hey. Alles goed? Ja, met jou. Ja, ja. Waar kom je? Van Antwerpen. Van Antwerpen? Ja, jij? Ja, okay. Ik ben van Brussel. Oké. Okay. Ja, wat is je naam? Brittany. Brittany? Ja. Ah, dat is een mooie naam. Wat ben je misschien? Cabverdiaans van Cap Verde. Je bent Cambodjaans? Cabverdiaans. Ah, je woont daar. Dat zijn eilanden. Cap Verde, toch? Ja. Ja, ja, precies. Sowieso. Ja. Ah, man. Timer. Ah. Blinddoeken mogen af. Ik zou verlengen. Nee. Jij zei toch dat je op de knop ging drukken? Ja. Nou, nu niet meer, hè? Nu niet meer. Nee, maar ik heb nooit zo extra verlenging gehad. Dus ja, oh ja? Extra verlenging. Allebei? Zijn je show? Oké, dat is goed. Ja, kan niet zomaar natuurlijk, hè. Zijn jullie bekend met mijn concept Schokkende Leugens? Oh no. Jullie mogen elkaar één vraag stellen. Ik dat echt binnen. Je moet gewoon je kippen, bro. Wie wordt er eerst? Wat wil je dan opdracht doen? Dames eerst, dames eerst. Aan vier mannen. Stel haar maar één vraag. Denk goed na, je mag alles vragen. Zou je het met mij doen? Like one night stand. Als je mij nu zo ziet, hoe oh, yeah, bro. Ik heb mijn punt niet uit, want ik heb mijn contouren niet gedaan. Heb je contouren niet gedaan? Oh my gosh. Ja of nee? Nee. Nee. Oké. Okay. Ziet er niet goed uit voor jou, bro. Oké, okay, ja, dat spreekt de waarheid. Zij wil jou niet doen. Jij mag hem nu een vraag stellen. Ja? Eén vraag. Dus denk goed nou wat je wil vragen. Maar wacht, zocht dat. Bro, zet de hand erop. Geen vragen. Nee, want ik stress dat gewoon. Niet stressen. Oké, okay, stel hem maar één vraag. Je mag alles stellen. Mag ik hulp vragen aan de meiden? Je mag een groeplijn inschakelen. Maar als ik nu stress opvoer, als ik nu... Nee, maar wacht. Okay. Als ik nu... Want leugens, als je baseert op stress, wacht. Okay, ja. Als ik nu stress... Ik had ook stress. Nee, want ik ben bang van de... Oké. Okay. De omgaan ben je game. En dan als ik game, dan ga ik... Oké, okay, ja. Zou je iets doen met een jongen? Voor geld of niet? Oké, okay, voor geld of zonder geld? Maar... Voor geld? Oké, okay, voor geld dan, voor geld. Hoeveel? Nu bedrag, deze man is een hoer. Nee, met een bedrag. Zeg, hoor, zou je iets doen met een guy? Voor 1 miljoen zou ik een guy doen. Neuken? Ja. In zijn kont? Ja. Nee. Zijn neus gaat. Hij neukt mij. Ja. Ik je pas, ik heb het gevoel dat zou kittelen. Nee, ik ga niet. Ik ben bang af. Maar nee, want nee. Nee? Oké. Ga daar achter, bro. Geen stress. Ik heb niks gezegd. Extra 30 seconden gaan nu in. Succes! Oké, okay, hoe oud ben je? 21. Ja, ik ben ook 21. Wist je al hoeveel kinderen je wilt? Ja, ik wil echt veel kinderen eigenlijk. Echt boven de 4. Ja. Daar kunnen we samen voor zorgen. Ja, weet je toch? En Je bent wel zelfzeker. Alsjeblieft. Je bent wel zelfzeker. Sowieso af. Oké. Okay. En weet je al om welk jaar je wilt trouwen? Nee, daar heb ik geen plan. Ah, oké. Okay. Wat is jouw love language? Love language? Ja. Sex. Oh my days. Sowieso. Ja. Stop. Wat wordt dit? Ga je nog naar opnames praten? Nee. Of nee. Nee. Dat wordt dus, hier stopt het gewoon bij. Ja. Ja. Oké, okay, jammer. Ik zit elkaar nog een hand.
Ik zie in het begin dacht ik dat ze transgender was. Nee, maar deze kan je niet gooien. In het begin dacht ik dat ze transgender was, want ze heeft echt een zware stem. En dan toen ik haar ziek was, ze lijkt op een Engels, je wat. I know. So I would definitely like date her one day. So yeah. Geen commentaar. Let's go, start. Je had toch wat je naam? Brittany, jouw naam? Defio. Oké, gelijk een vraag. Hè. Wat is je ideale date? Ah, goede vraag. Ik hou wel van wandelen, strand, zonsondergang. Vind ik wel nice. Oh, leuk. Wat is jouw ideale date? Ik denk gewoon bos of wat je zegt, strand wandelen. Misschien een cake bakken of zo. Oh, leuk. Dus je kan bakken? Ik kan niet bakken. Ga je het me leren? Of, je kan ook niet bakken. Ik maak wel een paar dingen, maar ik ben ook geen keukenprinses. Time. Oké, blinddoeken mogen af. Wordt dit een verlenging? Dames, zeg maar. Verlenging of afkappen? Mag door als je mag door? Ja, kan niet. Zomaar, we gaan een opdracht moeten uitvoeren. De opdracht is, maak een foto samen. En post op je Instagram story van de koppel. En jullie voelen blijkbaar niet zo fijn. Nee, weet je wat het is? Kijk, het is geen lelijke dame, het is gewoon een hele mooie dame. Alleen, foto maken is een beetje heet, je weet toch? Mijn sidebitches gaan boos worden op me. Nee, grap. Echt een prachtig. Ja, precies hetzelfde. Let's go. Hey. Hey. Hoe is het? Goed met jou? Ja, goed. Met jou gaat het veel beter. Weet je wel. Ben je helemaal single gewoon? Ja. Geen gekke ex of zo? Nee, ook niet. Oké, lekker. En jij? Ja, ik ook niet. Geen gezegd. Oké, mooi zo. Wat zoek je in een jongen? Respectvol, loyaal en goofy. Ik ben zelf ook goofy. Oké, is goed. Dat heb ik allemaal, dus het komt goed. Oké. En wat is jouw horoscoop? Gemini. Sorry. Zo toch? Willen jullie die verlenging? De extra 30 seconden? Mag wel van mij. Ja. Gaat niet zomaar. Niks anders is gratis, bro. Dus easy. Easy. Kiss or slap? Kiss moet niet op de mond. Kijk maar raar aan. Kiss mag overal. Op de hand, op de wang. Of slap. Op de hand ook? Op de hand mag ook, ja. Oh ja, zo. Hij moet hier extra 30 seconden. Oké. Let's go. Ja, ik ben de Gemini, man. Oh, ik ben Cancer. Dus dicht bij elkaar. Oh ja, oké. Cancer zijn wel goede mensen. Ja, toch. Gemini ook wel. Wat doe je dagelijks leven? Werken en studeren. Wat studeer je? Verpleegkunde, ja. Oh, goeie. Doe events. Oké, nice. Ja. Van waar kom je? Of wat heb je dan? Nee, ik kom van Antwerpen. Maar ik ben Cambodjaans, hè? Oh, Surinaams. Oh, ik kon ook in Antwerpen. Echt? Ja. Oké, maar je hebt een Nederlands accent. Ja. Oké, dat is tijd. Maar ik voel dat er na de opnames nog wel een verdere stap kan worden gezet, precies. Hè? Verder contact. Ja, misschien wel. Misschien wel? Misschien wel. Geen commentaar. Geen commentaar? Oké. Okay. Ze heeft ook niet nee gezegd, ze zei gewoon geen commentaar. Dus. Ja, tijd is goed gegaan, we blijven verrast. En ja, we zien wel wat er nog van komt. Ja, zeker. Dit was het dan. Laat me weten in de comments als ik meer speeddating moet doen. Like en abonneer. En comment welke je de beste match vond. Ook bedankt aan Beko's Restaurant om hier te kunnen filmen. Dikke merci. En ja, wij zijn door. Bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao.